En was ze lief voor je, je moeder? Ze drank heel veel bier, maar ze maakte lekkere puree. Goed. Waar is je vader? Hier. Luister, ik ga je naar een plaats brengen waar andere kinderen zijn zoals jij. Zonder vader en zonder moeder. Dit is jullie nieuwe vriend, Icarus. Hij wil liever courgette genoemd worden. Aardappel past beter met zo'n hoofd. Simon, zo is het genoeg. Ik wil terug naar huis, naar mijn moeder. Dat gaat niet, courgette. Je moeder is er niet meer. Ze is in de hemel. Hé, laat los! Ah! Wow, vet cool, courgette. We zijn allemaal hetzelfde. Er is niemand meer om van ons te houden. We staan op, we gaan ons wassen en meneer Paul vertelt ons over de mensen die er voor ons waren. Oega, oega, oega! Hey Nieuwe, vertel eens waarom je hier bent. Jij bent hier de baas, hè? Ja, precies, jij snapt het. Ik heb iets voor je. Dat meisje waar je het over had, hoe is ze? Niet slecht. Ben je verliefd? Houd toch op. Echt wel, man. Je ziet op kilometers afstand dat je verliefd bent op Camille. Camille moet het weekend doorbrengen bij mij. Ik laat je niet gaan. Zo, kom jij maar mee, schatje. Ja. Zo cool! Als ik niet daar naartoe was gebracht, had ik jou nooit gekend. We blijven ons hele leven bij elkaar. Ja. Lachen! Ja! Courgette, wat zijn jouw superkrachten? Laat jij groenten sneller groeien? En jij? Hoe heb jij je verkleed? Als sukkel?